mochten ons allemaal vragen stellen via Snapchat over het onderwerp samenwonen. En dat mocht heel breed zijn, van persoonlijk, ja, een beetje zakelijk natuurlijk, dus alles en nog wat. En vandaag gaan we een aantal vragen beantwoorden. De eerste vraag is van Tine en dat lijkt me best wel een belangrijke vraag om mee te beginnen. Wanneer beslis je namelijk om samen te gaan wonen? Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van jullie tweeën. Dat beslis je namelijk gewoon samen. En verder vind ik dat niemand anders daar wat over te zeggen heeft wanneer je gaat samenwonen. Ik denk dat je beslist zodra je eraan toe bent. En dat het ook wel wat praktische dingetjes kan van invloed kunnen zijn. Dat denk ik ook. Als je gewoon heel erg bij elkaar wil zijn en geen zin meer hebt om zoveel heen en weer te reizen of in het weekend constant die spullen te pakken. Nou, op een gegeven moment merk je het vanzelf wel. Ja, dan denk je, god, zou het toch fijn zijn als we bij elkaar zouden wonen. Ja. En als je naast elkaar woont en je hebt eigenlijk helemaal praktisch gezien geen reden om samen te gaan wonen, dan nog komt er een fase in je relatie, meestal, wanneer je denkt, nou, ik wil toch wel graag samenwonen. Natuurlijk zijn er ook altijd mensen die nooit gaan samenwonen. Die vinden een latrelatie perfect. Ja, dat is ook helemaal prima. Dat kan ook inderdaad. Eva vraagt, hadden jullie verschil in smaak bij de inrichting? Wij houden ook een beetje van hetzelfde soort dingen, Jurk en ik. Gewoon een beetje van landelijk, stoer en toch gezellig of zo. Dus we kwamen op zich al snel tot dezelfde conclusie. En ik moet zeggen dat Jorik echt leuke dingen weet uit te zoeken. Ik bedoel, de leukste dingen die ik in mijn huis heb staan, heeft Jorik eigenlijk uitgezocht. Zoals de tafel. Dus dat is ja. Ja, Jurik vindt het wel heel erg belangrijk. Maar we liggen zo op één lijn dat het bij ons eigenlijk nooit een probleem is. Net als bij jullie eigenlijk. Ja. We zijn er vrij snel wel uit. Ja, Marietje die vraagt dus of het een grote stap was. Ik denk dat het voor sommigen misschien wel een beetje spannend kan zijn. Ik moet zeggen, volgens mij bij ons beiden, ja, ging dat een beetje van nature zo. Wij woonden eerst bij mijn schoonmoeder. Even als overbrugging dat ik überhaupt zeg maar naar Groningen ging. 3/4 jaar lang. En op een gegeven moment na 3/4 jaar dan merk je zelf wel. Dan gaat het je een beetje vervelen. En dan denk je van nou, ik wil nu gewoon een plekje voor mezelf. Weet je wel, mijn eigen regeltjes en dingen. En dan is het ook niet meer zo'n hele grote stap. Het was eigenlijk heel snel geregeld. En ja, het was logisch. We studeerden in Groningen. Dus ja. Ja, bij mij en Jurre ging het ook heel natuurlijk eigenlijk. We waren een jaar samen. Ik was nog wel vrij jong. Ik was net 18 toen ik ging samenwonen. Maar het was voor ons eigenlijk echt zo klaar als een klontje. We gingen samen studeren in Groningen. Dus we gingen samen uit huis. Ja, we waren zo verliefd op elkaar. En het zat helemaal goed. Dus toen dachten we, waarom zouden we allebei apart een kamer gaan huren als we ook samen een appartementje kunnen huren. Dus dat hebben we gedaan. Janneke vraagt, is het slim om van tevoren te beginnen met de uitzet? En de vraag van Amber sluit er eigenlijk wel een beetje bij aan. Hoi, mijn vraag is, hebben jullie samen voor een uitzet gespaard? Of hebben jullie alles nieuw gekocht toen jullie gingen verhuizen? Ja, is dat slim? Nou, weet je wat wel? Onze tips zijn eigenlijk, het is inderdaad slim. Het is handig dat je altijd alvast wat hebt voordat je in een huis trekt of in een klein appartementje. Want je hebt best wel veel nodig. Hè? Zoals je gaat denken, goh, wat zijn dingen toch duur? Gordijnen zijn duur. Een prullenbak is best wel duur. Servies is duur. Servies is duur. Maar ja, dingen die je kan sparen bijvoorbeeld. En vaak wel krijgt ook van je familie bijvoorbeeld. Zijn dingen zoals servies. En onze gouden tip is, hou het een beetje basic. Ja. Want je vindt in het begin nog alles nog wat leuk. Nou, ik heb daar dus echt een blunder mee gehad. Ik heb een servies gevraagd op mijn verjaardag. Dat is best wel een duur servies. Die heb ik een paar jaar van tevoren gekregen. Ik dacht, mooi, voor als ik uit huis ga. En toen ging ik uit huis en vond ik hem dus echt oerlelijk. Dus je smaak kan veranderen. Smaak dus hou het basic als je wat koopt. Dus dingen die je goed kunt kopen is inderdaad een basic servies. Zwart, witte, paars, blauwe handdoeken. Gewoon één kleur, weet je wel. Dingen zoals beddengoed, effen. Allemaal basic dingen, die gaan nooit verkeerd. Smaakgevoelige dingen of trendgevoelige dingen, die zou ik nooit al ver van tevoren kopen. Het ligt er een beetje aan wanneer je begint te sparen met je uitzet. Kijk, als je weet dat je over een half jaar ergens intrekt dan, en je gaat dan sparen, dan kun je best wel dingen kopen op smaak. Omdat je het heus na een half jaar nog wel leuk vindt. Maar als je bijvoorbeeld zoals wij, ik kreeg op mijn 16e bijvoorbeeld al wel eens een beetje wat. Ja, ik heb ook later heel vroeg wat gekregen. Dus ja, ik was blij eerlijk gezegd dat het allemaal een beetje basic was. En later heb ik zelf nog wel leuk, mooi servies gekocht. Maar inderdaad, hou het basic als je ver van tevoren vooruit gaat sparen. Ja. En je kan natuurlijk ook gewoon altijd met geld sparen. Dat is ook heel slim, want je hebt best wel veel nodig. Zoals Martine al zei. Het is maar net ook wat je leuk vond. Ik vond het wel een deel van de voorpret om dingen van tevoren al wat te kopen. Het was wel leuk dat het in je kast lag al. Ja. En dan af en toe keek ik wel eens naar. En dan kon ik me niet bij voorstellen dat ik uit huis ging. En dacht ik, oh ja, spannend. Dus het kan allebei. Michelle stelt een hele belangrijke vraag. Hoe hebben jullie de taken verdeeld in het huishouden? Nou, ik zal even opbiechten. Wij hebben sinds kort inderdaad een werkster. Omdat Jorik en ik alle twee er niet zo van houden. En we willen gewoon het weekend ook weekend. En dan vinden we het best wel lastig. En hebben we ook wel eens, dat is een beetje al jaren een beetje een issue bij ons. Wie doet wat? Maar over het algemeen is het dus zeg maar nu zo. Die werkster komt eens in de twee weken. En dat is echt helemaal prima. Maar Jorik die doet vaak wel de boodschappen. En die kookt heel vaak. Vind ik echt heel erg fijn. En die laat ook wel Noah veel uit. Ik ook. Maar Jorik nog net wat meer.
En daarnaast doe ik gewoon af en toe dat Jurk op de wc's. En ik doe vooral zeg maar afstoffen, het stofzuigen, het schoonmaken. Dus, en de was. Hij doet de auto's ook bij jullie. Mannenklussen. Ja, net de auto's doet hij ook. Als ik moet vragen aan Jurk van, joh, even, oh, moet nog vragen vandaag. Of die motorolie mee wil nemen voor de auto en even wil doen. Ja. Dan doet Jurk dat soort dingen ook. En de tuin moet hij voor mij ook doen. Want ik, nou ja, dat lukt nog niet helemaal. Maar goed, de tuin is van hem. Toen we net samen wonen en allebei nog studeerden, deden we alles 50-50. Maar de laatste jaren is het wel zo ontwikkeld met de hoeveelheid die hij werkt. Hij werkt soms echt wel 80 uur per week. Dat ik het meeste in huis doe. En hij doet alle omliggende klussen buiten, zeg maar buiten zijn huis. Dus zijn tuin, godzijdank, net als Martine, heel slecht in. Hij regelt alles met de auto's, met de fietsen als ik een lekker band heb. Hij doet het schilderwerk in huis. Ja. Hij doet ook inderdaad veel met de hond. Dus echt alle mannenwerk, dat doet hij. Jullie is ook echt heel handig. Dat is ook wel heel fijn. Hoor. Ja, maar hij doet heel veel op dat gebied. Verder kregen we heel erg veel vragen over financiën en samenwonen. Wat natuurlijk super belangrijk is. Want ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is waarmee je rekening moet houden als je gaat samenwonen. Ja, je moet er ook echt geen ruzie over krijgen. Weet je? Het is wel fijner dat het voor iedereen even duidelijk is, denk ik. Dus daarom hebben we de hulp ingeschakeld van twee experts, Joella en Nathalie. En zij zijn van How to Spend It. En zij zijn experts op financieel gebied. En daarom gaan we jullie vragen aan hen stellen. Daar zitten we dan in Rotterdam bij Joella en Nathalie. Ja. Dank jullie wel dat we hier mochten komen voor ons vragenvuur. Want heel veel vragen gekregen dus ook over het financiële stukje. Misschien eerst even leuk om van jullie te horen. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Ja, ik ben Nathalie. En, ik ben Joella. Ja, en wij hebben dus How to Spend It. Mm-hmm. Wij zijn in eerste instantie een website waar je alles kan vinden over je geldzaken. Ja. Maar naast de website geven we ook workshops en hebben we ook apps zoals de Samenwoon-app waar we het vandaag over gaan hebben. En het gaat dus allemaal over vrouwen en financiële zaken, hè? Dacht ik. Ja, feitelijk wel. Ja. Geld, business, carrière en gewoon lifestyle. Alles vind je bij ons op de website. Ja. Nou, de eerste vraag van Annie. Dus hoe kun je de kosten verdelen als je gaat samenwonen? Ja. Goeie vraag, denk ik. Ja, zeker een goede vraag. Ook een vraag die we wel vaak krijgen, want dat is natuurlijk ook best wel nog een dingetje. Je gaat ineens van twee huisverhouders, zeg maar, ga je naar één. Ja. En er zijn eigenlijk vier manieren, maar er zijn er twee die wel heel veel voorkomen. Ja. Dus je kan natuurlijk gewoon alles op een hoop gooien. En vervolgens zeggen van nou, we betalen daar alles van. Ja. Dat kan, dat is een mogelijkheid. Maar je kan ook gewoon alles 50-50 verdelen. Mm-hmm. Kan je natuurlijk doen. Ik zeg nou, dit zijn de kosten die we gezamenlijk hebben en we betalen allebei de helft. Ja. Maar ja, er zijn ook nog wel eens wat verschillen in inkomen. Dus dat is als jij wat meer verdient of hij wat meer verdient, dan zijn er al heel snel wat andere mogelijkheden die je kunt kiezen. Dus eentje die we ook weer heel veel zien is gewoon narato. Dus stel, hij verdient ongeveer 60% van de inkomen, zeg maar, en jij 40%. Ja. En doe je ook op die manier de kosten verdelen. Ja. En misschien verandert het ook nog wel, denk ik. Ja. Zeg maar door de jaren heen is narato, dan alles op één pot, dan weer 50-50. Misschien dat het is ook wel slim om de zoveel tijd weer even daarover te gaan praten. En ook kijken of de situatie is veranderd. Misschien ben jij wel meer gaan verdienen, of je partner, of is eentje van jullie werkloos geworden. Vind ik wel een hele goede, inderdaad. Ja, dan krijgen jullie kinderen en gaan weer... Dus klopt alles nog? En zijn we allebei nog happy met de afspraken die we gemaakt hebben en werkt het eigenlijk ook wel. Ja, is het nog naar je zin. Want wat we ook heel veel terugzagen in de vragen was dat veel mensen zaten met het feit dat er soms ongelijke inkomens zijn. De een zegt, ja, mijn vriend studeert nog en ik werk al fulltime, of juist andersom. Of mijn vriend heeft een hele goede baan en ik heb een iets minder betaalde baan. Hoe ga je met die grote inkomensverschillen om? Ja. Dat vonden mensen wel een issue. Ja, snap ik wel. Heel vaak is het ook een gevoel, zeg maar. De ene die vindt het helemaal oké. En denkt, nou ja, jij verdient nu even wat meer, maar wacht maar, straks over een paar jaar verdien ik meer. Weet je? En de ander zegt van, ja, ik voel me daar gewoon niet oké. Maar ik weet nog dat ik zelf ging samenwonen met mijn Jeroen, zeg maar. Mm-hmm. En dat hij gewoon wat ouder was en wel wat meer verdiend had. En dat ik dacht van, ja, ik voel me daar niet fijn bij. Ik wil gewoon zelf mijn geld verdienen en laten zien dat het mij helemaal niet om het geld gaat. Ja. En wij hebben daar toen in onze afspraken, in onze samenlevingsovereenkomst, later in onze huwelijksvoorwaarden, daar wel gewoon afspraken over gemaakt. Ja. Precies. Maar ja, als je daar helemaal geen probleem mee hebt en je voelt je daar oké mee, dan maak je natuurlijk alweer hele andere afspraken. Ja, ja. Ik denk niet dat er één gouden regel is. Nee. Maar ik denk dat de gouden regel wel is, blijf erover praten. Ja, dat vind ik wel een hele goeie. Dat je gewoon tijdig weer moet evalueren en dus moet bespreken, is het nog, zijn we nog happy allemaal? Precies, ja. En is de situatie niet veranderd? Ben je meer gaan verdienen? Of heb je een andere baan gekregen? Of is er bijvoorbeeld een kindje gekomen waardoor een van jullie minder gaat werken? Ja. Ja, inderdaad. Het is best wel een groot sociaal stukje ook, denk ik. Hè? Gewoon over de gelijkwaardigheid ook. Dus misschien niet alleen financiën, maar ook wel een deel erachter een beetje van... dat mensen zich daar misschien ook ongemakkelijk bij voelen. Dat kan me best wel wel voorstellen, hoor. Stel dat jij een van jullie studeert en nog niet echt verdient en de ander wel.
ja, dan denk je toch van, eigenlijk betaalt die ander alles. Ja, ja. Ja. Maar ja, goed, wat Joelle ook net zei, misschien ga jij daarna wel weer verdienen. En draag je dan weer je steentje bij. Dus ook een beetje natuurlijk gewoon het idee van samenwonen. Ja, als je allebei maar tevreden bent met hoe het gaat. Precies, dat is het belangrijkste. Dat je prettig voelt. Ja. En wat we in de Samenwoon-app ook hebben opgenomen is de money mindset, zeg maar. Jij komt allebei uit een andere opvoeding, andere gewoontes. Je hebt andere vrienden gehad. Ja. Je hebt hele andere opvattingen gekregen over geld. Voor de ene is geld een stukje vrijheid. En voor de ander is geld echt zo'n stressding. Ja. En als je dan vervolgens met elkaar gaat praten en gaat samenwonen, krijg je hele gekke dingen natuurlijk. Ja. Ik weet nog wel dat ik kom echt wel uit de achtergrond waarbij er gewoon, soms wel, waarbij ik gewend was om veel te sparen. Omdat dat voor mij een stukje vrijheid je bood, zeg maar. Ja. En toen kwam mijn Jeroen kwam toe met allemaal, als hij gaat boodschappen gaan doen, neemt hij alles voor mij mee. Oh, herkenbaar. Toen kwam hij echt aan de tas thuis met alle dingen die ik mezelf nooit zou geven. En toen dacht ik, hoe kan je dat nou doen? Dat is hartstikke duur. En weet je wel, dat gaat helemaal boven mijn boodschappen. Ja, dit wil ik helemaal niet. En toen dacht hij, sorry, ik heb gewoon iets liefs voor je gedaan, weet je wel. Ja. En dat is gewoon, omdat we gewoon een hele andere manier denken over geld. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je gaat samenwonen. Dat je dus samen de money mindset doet, een test even doet bij ons in de Samenwoon-app op de website. Om gewoon te kijken van, hoe denk jij over geld en hoe denk ik over geld? Ja, anders. Dat vind ik ook wel heel slim. Ja. De volgende vraag is van Deborah. Hebben jullie tips voor het bijhouden van de gezamenlijke uitgaven? Ja. Oh, die vind ik een handige. Ja. Ik ben er heel slecht Ik luister. Er zijn verschillende mogelijkheden voor. Ik denk dat het allereerst heel belangrijk is dat je vaststelt wat die gezamenlijke uitgaven zijn. Ja. Hè, dat je niet denkt boodschappen en dat soort dingen. Maar misschien cadeautjes voor jouw vriendinnen. Ja. Gaan die van een gezamenlijke uitgave? Ja. Weet je, daar kunnen ook oneenigheid over ontstaan. Dus maak daar goede afspraken over. Ja. En daarnaast kun je op verschillende manieren je uitgaves bijhouden. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld, je kan het online doen tegenwoordig met de digitale kastboekjes bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een budget tool app, dat is onze andere app, waarin je precies kan bijhouden wat je inkomsten en uitgaven zijn. En vooral ook je uitgaven, dat is heel leuk om te weten. Of niet. Of je kan het in een Excel-bestand doen. Ja. Het is gewoon net wat voor jou werkt, waar jij je prettig bij voelt. En ik denk dat het ook goed is om bijvoorbeeld aan het einde van elke maand te kijken van oké, wat hebben we allemaal uitgegeven op de gezamenlijke rekening? Ja. Ja. En wat, weet je wel, wat klopte daar niet of wat wel? En wat komt er volgende maand allemaal aan? Ja. Weet je dat je ook dat elke maand eventjes kijkt. Goed, gaan de boodschappen hard als jij boodschappen doet, zeg maar. Precies, hoe kan dat? En ben je nou geen type die dat elke maand een maand gaat doen, want dat realiseren we ons ook wel. Doe dan in ieder geval die eerste 3 maanden of zo, weet je wel? Dat je al die issues eruit hebt gehaald. Ja, en daarna dan zit je op één lijn en dan heb je goed beeld. Ja. Volgende vraag is van Ella en ze vraagt, welke kosten komen erbij kijken als je op jezelf gaat? Nou, dat is denk ik wel een hele belangrijke om te realiseren voordat je uit huis gaat, inderdaad. Het is wel lastig, inderdaad. Je hebt zoveel waar je aan moet denken. Het is wel fijn als je mensen om je heen hebt die dat, zeg maar, wel weten. Inderdaad, dat is ook wel een goeie om het gewoon eens te vragen. Gewoon aan je vriendinnen van, joh, waar ben jij tegen aangelopen? Ja. De kosten die je vergeten was destijds. Ja. Kun je dan, de meeste mensen vergeten de gemeentelijke belasting. Ja, allemaal de jaarlijkse heffingen. Dat vond ik zo'n bummer. Ja. Dat we echt er woonden en dat we na een kwartaal echt een rekening kregen van, wat was het, €150 of zo? Ja. Nou, dat was destijds echt, hadden we echt niet zomaar. Nee. Toen heb ik mijn vader nog opgebeld met, pap. Ja, inderdaad. Dat heb jij wel eens gehoord van de belasting. Klopt hier iets niet. Is dit wel goed? Ja. Het is echt lullig. Er zijn een hele hoop kosten die eigenlijk altijd wel voorkomen. Ja. Denk aan de kosten van huur of hypotheek als er sprake is van een koophuis. Mm-hmm. Energie, water, gas, licht, belastingen dus. Ja. Ook dingen als gemeentebelasting, waterschapsbelasting. Verzekeringen. Er is eigenlijk een hele lijst die je zo kan opnoemen. Op houtsuspended.nl kan je die vinden. De volgende vraag is van Jul en zij wil weten wat een samenlevingscontract inhoudt en of het handig is om hem af te sluiten. Ja, dat is heel goed om daar van tevoren over na te denken. Mm-hmm. Een samenlevingscontract kan je of via de notaris doen of je doet het gewoon samen opstellen. Ja. Voor de notaris is het natuurlijk altijd wel iets rechtsgeldiger, daar heb je later gewoon veel meer aan. Ja. En je gebruikt hem eigenlijk om dingen af te spreken met elkaar voor tijdens het samenwonen. Voor als je uit elkaar gaat ooit, wat je natuurlijk niet hoopt, maar het kan zomaar gebeuren. En voor als die ander komt te overlijden. Ja.
En voor tijdens het samenwonen kun je bijvoorbeeld dingen afspreken over hoe verdelen we de kosten samen. Welke spullen neem jij al mee en blijven dus ook van jou? En wat is van jou, weet je wel? Dus die Feyenoordbank, die mag hij dan houden. Jij hebt je zelf misschien een mooi stoeltje meegenomen. Ja. Die is dan van jou. Ook als je uit elkaar gaat, dat kan je van tevoren vastleggen. Misschien niet zo romantisch, maar toch wel slim daarover na te denken. Maar doen veel mensen dat, samenlevingscontract? Of merken jullie toch dat mensen meer gaan trouwen? En dan, dat heeft ook of helemaal niks regelen. Nou, dat laatste merken we heel vaak. Ja. Dat is natuurlijk, als je gaat samenwonen, ben je niet echt, er wordt er niks automatisch voor je geregeld in die zin. Dat klopt. Dus daar zou je zelf stap in moeten ondernemen. En daar heb je dan geen tijd voor, geen zin in, of je weet nog niet, weet je wel. Ja, ik heb er ook geen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook geen samenlevingscontract, ik ben ook niet getrouwd. Maar volgens mij had jij, voordat je getrouwd was, ook nooit een samenlevingscontract. Nee, wij gingen een huis kopen en toen zijn we getrouwd. Ja, heel aromantisch, maar toen zijn we getrouwd om alles te regelen. Ja, dus we hebben ook jarenlang samen, gewoon zonder iets te regelen. Het is allemaal goed gegaan, gelukkig. Ja, Maar dat is er natuurlijk. Zolang het goed gaat, voel je ook die noodzaak. Nee, dat is het een beetje. Je mist het eigenlijk pas als het misgaat. Precies, je achteraf. En dan kan je niet meer met elkaar praten. Dan is het probleem vaak al kapot. Ja. Ja. Daarom zeggen we, doen het vooraf, want dan vind je elkaar nog aardig. Ja. Dan communiceer je gewoon nog normaal. Ja. Ja. En dan heb je dat maar alvast geregeld. En anders doe je het achteraf. Maar dan gaat die communicatie meestal een stuk meer soepel. Dus als je kijkt naar overlijden, is ook wel heel belangrijk. Alleen het samenlevingscontract regelt daar gewoon niet heel veel voor. Dus vaak heb je nog of een testament nodig, of wat de notaris toen tegen mij zei, je kan beter trouwen. Ja, dan word je erfgenaam van elkaar. Ja. Ja, dan krijg ik een beetje de vraag van, zou je het dan aanraden, samenlevingscontract? Want in mijn geval, ik ben al bijna 11 jaar samen. Ik weet niet wanneer ik ga trouwen, maar zou je zeggen, doe het toch maar wel, samenlevingscontract? Want ik vind het toch altijd een beetje twijfelachtig. Ja, ik zou het wel doen. Ja. Toch wel? Ja. Nee, dat denk ik heel simpel voor partnerpensioen, zeg maar. Stel dat hij een baan heeft. Anders is partnerpensioen weg. En daar kan je ook dingen daarin regelen. Het heeft ook wel financiële consequenties. Ja. En je moet wel elkaar nog aanmelden dan, hè, voor je partnerpensioen. Ja, dat moet wel even apart. Officieel bij de pensioen. Verstrekker. Ja, maar dat soort dingen moet je dus wel weten. En dat heeft wel grote gevolgen, inderdaad. Stel dat er toch een van de twee overlijdt. Ja, dan blijft het pensioen niet meer. Ja, precies. Nu hebben we al een aantal keren het woord samenwoon-app voorbij horen komen. Hè, dat het heel handig is. Maar nu ben ik zelf ook benieuwd van waarom. Waarom zou ik die gaan gebruiken? Wat kan ik ermee? Nou, de samenwoon-app is een app die trouwens gratis te downloaden is. Op Android en iOS. En wat je ermee kan, is het laat je eigenlijk zien wat je op juridisch en financieel gebied allemaal zou moeten regelen als je gaat samenwonen. Okay. En daarnaast hebben we een paar hele leuke features. Je kan het helemaal persoonlijk maken. Je kan eigen foto's invoegen. Mm. Maar je kan ook verhuiskaarten maken. Dus naast wat je moet regelen, ook wat business and pleasure. Ja, precies. Net als in die blog eigenlijk. Ja, inderdaad. Nou, we zijn weer heel wat gekletst verder. Ik heb er echt heel veel van geleerd. Weer nieuwe dingen. Dat ik denk, goh, na 11 jaar samenwonen weet ik dat nog steeds niet. Heel erg bedankt. Leuk dat we er mochten zijn en het allemaal mochten vragen. En ik denk dat jullie heel veel mensen hebben geïnspireerd. Dankjewel. Leuk dat jullie waren, inderdaad. Top, dankjewel. Ja. En dat was het alweer. Het zit er alweer op. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om persoonlijk van onze antwoorden te horen. Maar ook van de mensen die kennis hebben echt van de financiën en samenwonen van How to Spend It. Ik ben heel benieuwd of een van jullie al samenwoont en hoe jij deze vragen zou beantwoorden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei.